Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 17 januari van Weerplaza. Het is erg veranderlijk. Vandaag trekt een gebied met bewolking en af en toe regen of motregen. Vanochtend vooral over het westen van het land. In het oosten is het eerst nog droog. Vanmiddag is het juist andersom. In het oosten nu en dan regen of motregen. En in het westen een paar opklaringen. Maar later vanavond volgen een paar buien. De temperatuur schommelt tussen de 8 en de 10 graden. Bij een matige tot vrij krachtige wind vanuit het zuiden. De wind draait in de loop van de dag naar het zuidwesten. Vanavond trekken nog een paar buien over ons land. Vannacht is dat ook nog het geval. En daarbij is kans op een klap onweer. Morgen is het wisselend bewolkt. Nu en dan komt de zon tevoorschijn. Soms trekt er een enkele bui voorbij. Het wordt hooguit 7 graden bij een matige westelijke wind. Dus het is frisser dan de afgelopen dagen. Daarna wordt het nog iets frisser. De temperatuur daalt geleidelijk aan. 'S Middags wordt het hooguit 7 graden. Op zondag valt er nog een bui. Maandag en dinsdag zijn droge dagen. En dan is het vrij koud in de nacht en vroegochtend. Mijn naam is Diana Boei en ik wens u een fijne dag.